Joke, als ik nou even al wat video van al deze zondag 2 juli. Ja, we zijn juli. De tijd vliegt voorbij. Met een nieuwe aflevering van Dronken Rooster. Aflevering 232. Na het intro gaan we sowieso verder. Komen, zie je bij Remco zijn passie. Ja, mensen, welkom op deze zondag 3 juli. De Belgen hebben volgens mij nu vakantie. Ja, zeker mensen, het is nog maar een weekje en dan beginnen de eerste vakanties al van Nederland. Want dan is het zuiden aan de beurt en dan volgens mij het midden en dan het noorden volgens mij. Als ik me niet vergis. Ja, ik heb zelf vakantie. Maar ik heb pas begin augustus vakantie, dus dat duurt nog even. Dat duurt nog een dikke maand. En ja, de tijd vliegt voorbij natuurlijk. Dan ga ik even een weekend, twee weken even weg. En een week thuis, dus dat is wel lekker. En dan is natuurlijk elke zondag gewoon een aflevering van Dronken Rooster, maar dan is het eerder opgenomen. Dus ja, dat is niet voor dat ik denk van, hè? Is dan dat nieuwe update? Ja, dat kan kloppen. Omdat, ja. Omdat, het is een, ja. Het is een oude aflevering, dus dan weet ik dat alvast. Waarschijnlijk de hele zomer lang, misschien vanaf september weer een nieuwe aflevering. Ik heb geen idee. Ik zie het wel, want ik heb ook gewoon mijn zomer. Ja. Ik wil ook genieten van de zomer. Nou, we hebben hier Toontown. En trouwens, voor de mensen die willen weten, ik zit op de nieuwe versie 1.20.1. Dat is de nieuwe versie van Minecraft. Jazeker. En ja, ik weet niet waarom, maar de laatste tijd speel ik Minecraft echt, ja, bijna gewoon niet. Gewoon helemaal niet. Ik weet niet wat dat is, maar soms heb ik een tijdje dan denk van, hey, ik heb er zin in Minecraft te spelen, maar soms heb ik gewoon een tijdje van, weet niet. Dat heb je soms, hè. Hebben jullie dat soms ook wel eens? Dat je denkt van, ah, godverdamme, ik heb geen zin om Minecraft te spelen. Of in ieder geval een game. Maar ja. Maar wat denk jullie op vakantie? Ik heb dat vorige week ook gevraagd. Ik denk dat niemand gaat antwoorden, want de meeste skippen nu al weg. Dus misschien kan je melden van waar ga je heen op vakantie? Voor de rest, ja, we vliegen nu, ja, dwars door Dronken Rooster heen. Maar de updates, ja, ik weet niet of er nog updates zijn gekomen. Denk ik niet echt. Het is ook vrij rustig. Het is ook 5:30. Nu momenteel, dus dat is, ja, best wel laat. Vrijdag op zaterdag. Dus dat is weekend, dus meestal zou je denken van, hey, dat zou wel druk moeten zijn, maar niet het geval, ja, niks ervan. Oh, nog even, dat is deze, geen kop meer haalt, maar die heeft nog een kop. Die Donald Duck. En weet je wat een keer leuk lijkt? Die heeft tegenwoordig VR, zeg maar, in de. En dit klopt niet helemaal. VR in het park, dus dan kan je met een VR-bril kan je, ja, in attracties gaan. Dat lijkt me zo ongelooflijk gaaf om ooit mee te maken. Echt. Dat lijkt me echt gaaf. Voor mij is het echt heel duidelijk, word je dan en misselijk. Maar het lijkt me super gaaf om dat ooit een keer mee te maken. Ik weet niet of mensen dat ooit hebben gedaan. Voor de mensen die, ja, misschien mijn video's. Ja, het is een beetje de vaste serie op zondagmiddag. Dus de meeste mensen die, ja, zijn vast. Vaste mensen die elke zondag kijken. En dan gaat ook een andere datum komen. Waarschijnlijk wel over een paar weken. Want op een gegeven moment komen we in het WK voetbal. Dat begint straks ook weer het WK voetbal. Komt er waarschijnlijk op een maandag pas op een zondag. Dus dan weet ik dat al vast. Omdat het dan een WK voetbal is. En dan heb ik zo'n serie dat heet Remco van Rijn. Die vrijdag is begonnen met de Tour de France. Dus dan weet ik dat alvast. Ja. Het is meer een praatvideo dan echt een. Ja, weet niet waarom. Het is meer een praatvideo dan echt een klasvideo. Ja, een gamevideo. Ja, ze hadden ook al iets aangekondigd volgens mij. Dat het zo, daar leek het op, zeg maar. Op Twitter. Dronken Rooster. Als je dan niet volgt, volg het sowieso. En Jonas Factor 7. Dus play.dronker.nl. play.dronkerenvister.nl. Dat is het IP. Op alle versies eigenlijk bijna, denk ik. Even kijken. Dronkerenvister. Even zien. Waarschijnlijk is dat het wel.
Ja, kijk, hier is een foto van dat meer van als binnenkomt. Dat is 25 mei is dat geüpload volgens mij. Ja, 25 mei. Dus dat is een dikke maand geleden. Dus ja, misschien horen we daar nog informatie over. Ik ben benieuwd. Het is echt een struik gefotografeerd, maar het is moeilijk te zien. Maar het lijkt op de minigames server. Ik weet niet waarom, maar het geeft me een minigames server aan. Dat is minigames spelen. Minigames spelen, dat is een hele oude serie. Maar ik bedoel, een minigames server in Drunken Revister. Dat ze ook hadden in toen Dronecraft was, zeg maar. Dus gaat er zoiets komen. Ik hoop het wel, maar dan ga ik deze server sowieso vaak bezoeken. Dus ik ben ja, best wel fan van minigames. Soms speel ik het niet, maar ik vind het leuk om te doen. Dan doen we sowieso een livestream als dat gaat openen. Kijk, hier staat nog steeds een poort naar niks. Dus ja, ik denk dat er waarschijnlijk iets gaat. Ja. Hier is de creative. Hier vind je de portaal die naar de creative leidt. Momenteel is de creative een gesloten beta. Alleen testers kunnen de creative bezoeken. Oké. Okay. Kijken we dan ook bezoeken dan? Nee, dat kan niet. Anders had ik er sowieso niet gefilmd hoor, daar niet van. Dat is natuurlijk privé. En een verrassing, wat anders. Ik weet niet, voor mij ben ik de enige YouTuber in deze server momenteel. Ja, en nog een Twitch-streamer, dat is Sven. Maar Sven, de gekste man, zo heet hij op Minecraft dan. Dus dat. We zijn alweer bij het einde gekomen. Bedankt voor het kijken. Voor de aflevering voor deze zondag 2 juli. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jou volgende week zondag weer met een nieuwe aflevering. Als ik het goed heb. Ik kan altijd veranderen. Tot volgende week zondag. Joejoe.